zijn de drie wijzen. Uw gastheer is Koert van Eegem. Goedenavond, dames en heren hier in het Amerikaans Theater. Goedenavond, dames en heren thuis. Welkom bij de drie wijzen. Twee kandidaten naar onze drie wijzen uiteraard. In de voorhoede onze spits Walter Groothuis. Ja, Walter. Middenveld, Frank Dingene. En uiteraard onze stopper van dienst, Jacques Vermeire. Ach, Jacques. En twee kandidaten, en die stel ik u graag nu voor. We beginnen bij Bart van der Meers. Dag Bart. Hallo. Bart van der Meers komt uit Waregem, dames en heren. Ja. Dat is waar, hè? Ja, dat is juist. Dat is een waar verhaal. Jij bent geen student meer, je bent net afgestudeerd. Ja. En wat heb je gedaan? Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica. Industrieel ingenieur elektronica. Ja. Dat is behoorlijk, hè? Ja. Allee, harde studies? Nee? Van me. En nu, wat gebeurt er nu? Nu werk ik dus als barman in een restaurant. Zie je, zo ja. Maar daar is een speciale reden voor, hè Bart. Dat moeten we even uitleggen. Dat ja, komt... dus in afwachting van mijn legerdienst. Ja, ja. Bart, jij speelt voor 300.000 frank. Je hebt er zin in, hoop ik. Ja, hè? En, maar er is nog iemand anders die er ook zin in heeft. En als die wint, dan komt hij bij jou een pintje drinken. Dat is namelijk Bart. Goedenavond. Voilà. Dag Bart. Bart. Ja, inderdaad. Bart Stallaert. En Bart Stallaert die komt van vlakbij hier. Hè? Je bent, Ja, ik woon in Stormbeek-Bever. Ik ben daar geboren en getogen, dus onder het atomium. Onder het atomium. En ik ben die... hier ook, we zijn iets dichter bij het atomium dan waar je woont. Iets dichter, ja. Het is in feite een boogscheut dus van... Ja, dat is Bart Stallaert. Hoeveel bollen zijn er op het atomium? Moet om wacht even. Dus wil ik tel die. 1, 2, 3, 4, stink, stuk of 7. Kan dat? Ja, omdat je waarschijnlijk zo... Woont... Maar die onderste bol is... Nee, het zullen er 8 zijn. Echt. Het zullen er waarschijnlijk 9 zijn. Nee. Maar goed, omdat je er zo vlakbij woont. Ja. Bart, wat ik heb vernomen, dat is dat jouw vrouw op dit moment misschien bevalt. Ja, het is inderdaad zo. Dus het, is dat, het is zeer spannend. We hebben hieronder een telefoontje. Hè? Ja. En dan, als ze, dan, ze kan dus bellen. Binnen een paar dagen, dus is het volle maan. En waarschijnlijk zal ze dan kopen. Hè? Ja. Ah, dus ik mocht toch naar hier komen, wat ik zeer apprecieer. Dus, ja. Maar moest er iets gebeuren, dan belt ze op en dan ben ik wel even weg. Dan ben je even weg. Dan ben ik naar de bevallingskamer, ja. Dat is niks aan te doen. Dat we moeten een andere Bart maar even hier komen zitten. Dan moet Bart maar tegen de sechal spelen. Dan, dan blijft het Bart tegen Bart. We hebben een deal gemaakt, dan moest hij dus winnen. Dus dat we dan 50-50 doen. Of, dat is zo. Ach, ja. Als ik weg moet, dan wel. Dus het eerste wat iedereen hoort, hè Bart? Ja, terug. Van die deal. Van die deal. Goed, we gaan spelen. En we gaan even kijken naar ons eerste beeldfragment. Van welk departement is Krukke minister, weet u dat? Ik mag in de politiek komen en een vriend. Als u een boodschap voor minister Koen Krukke zou mogen meegeven, wat zou je hem dan zeggen? Ik zal hem verwittigen dat het beter moet doen hè, als hedendaags. Ja. Het vuil van Dom, de ketra, dat dat niet meer al zo op de straat ligt. Ja, ja, ja. Dus Krukke doet het eigenlijk niet zo goed volgens u? Ja. Dan in principe niet. Hè. Als u nu een boodschap zou mogen richten aan minister Koen Krukke, wat zou je hem dan zeggen? Wat zou deze dame vragen aan minister van Landsverdediging Koen Krukke, Walter? Ik denk dat zij niet zo dom is als wij denken. Want zij zegt gewoon van Koen Krukke, dat is geen minister. Dat is een zanger. En zij kijkt heel veel naar BRT, want zij kent hem van 10 om te zien. Ah zo? Ook al. Walter, probeer jij steeds meer reclame te maken voor dat programma, omdat je er eindelijk nog eens in zou mogen? Dank je. Hij heeft net een nieuwe single uit, dus dat zal het zijn. Ook Frank heeft een nieuwe single uit, Samenstellers. Frank, wat zal deze dame antwoorden? Hoe heet je single, Frank? Uw nieuwe. Een trien om te zien. Nee, de vraag is natuurlijk eerst, wat, als je Koen Krukke ziet, waar, van welk departement zou je minister kunnen zijn? Ja, tuurlijk. Als ik jou zo zie van Defensie natuurlijk, maar... Ja. Dat kan je aan zijn kop zien, vind ik. Hij heeft een kop als een knolselder. Omgekeerde dan, kaken als tomaten, een neus als een verwelkte champignon, benen als komkommers.
Oren als kokkies zijn Jacques, zeker als de wind goed staat. Ja, Walter, je mag kin, die spiegel wegdoen, hoor. Een als een, ik wou net zeggen... Kokkies zijn Jacques, nee, of volle zijn Jacques? Kokrukken, met alle sympathie, lijkt mij iemand die het perfecte departement voor milieu zou kunnen leiden. En dus zegt die vrouw ook, Krukken die moet zorgen voor groen, groen en nog eens groen. Zo. Groen, 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 Jacques. Deze dame, u ziet ze kijken, haar Frank valt. Ze kent Koen Krukken en ze zegt dat hij wat meer doet en wat minder noten op zijn zang zou hebben, zegt zij. Zo gezegd. Dat zijn de drie mogelijkheden. Walter Grootaars die zegt Krukken is geen minister, zal die dame zeggen. Frank die stelt groen, 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 zal ze antwoorden. En hij heeft te veel noten op zijn zang, zegt Jacques Vermeire. Maar dat zegt die dame misschien. Moet op gokken. Bart en Bart, allebei. En jullie gokken allebei op Walter. Ja. Ja, waarom? Je denkt dus inderdaad, Krukken is geen minister. Ja, het zag er nog een verstandig mens uit. Het zag er een verstandig uit. Ja. Ja, je hebt dat... U verwacht school met verstandig, denk ik. Ja. Oh, lief. Ah. Dat gebeurt, dat gebeurt heel vaak, hè, Walter. Bart. Ja. Ja, het kan net zo goed Frank Dingenen zijn als Jacques Vermeire. Het is, het is mooi. Het is gewoon een gok. Walter Grote. Wel, inderdaad. We zullen even kijken. Als u nu een boodschap zou mogen richten aan minister Koen Krukken, wat zou je hem dan zeggen? Groen, groen, veel groen. Mark. Gehokt, maar slecht gehokt, hè? Ja. We staan allebei op 0 Frank. Dat is een mooi begin. Dat is een mooi begin, daar gaat het tenslotte niet om. Wat is een wiemen, Walter? Een wiemen. Wiemen is een woordspel. En ik ga het even spelen, dus zodat jullie weten waarover het gaat. We gaan wiemen, zegt men ook wel eens. Mm-hmm. En het gaat als volgt. Dus we zijn met twee of met drie. Ik klop. En ik zeg wie daar? En dan zeg ik bijvoorbeeld Mustafa. En dan zeg ik Mustafa wie? Mustafa van de organisatie aanvangen, dat kon hier nog lang duren. Snap je? Dat is het spelletje. De nieuwe snaar doet dat bijvoorbeeld in haar show, Hakaja. Doen ze dat constant daardoor. En dat noemt men wiemen. Bijvoorbeeld, je kan ook zeggen van... Wie daar? Wie daar? Lou. Louis. Juist. Dus, volgens Walter is het een intelligent woordspelletje. Frank? Het is helemaal geen woordspel. Het heeft iets te maken met de luchtmacht. Het zijn blauwe pakken, hè? Dat is een andere. Excuseer, ja. Als je dus in een vliegtuig wil uitstappen, dan draag je best een parachute. Omdat de mens nogal breekbaar schijnt te zijn. En zelfs bij het droppen van voorwerpen is het wenselijk dat dat voorwerp aan een kleine parachute of aan een wieme wordt vastgemaakt. Opdat dat voorwerp mooi zou landen. Dat zou dus een wieme kunnen zijn. Een wieme. Ik neem even jouw wieme mee. Hè, omdat die anders zomaar... blijft liggen daar, dat is niet de bedoeling. Dus dat is een wiemen. Jacques. Beste vrienden, wiemen is de hamvraag. Inderdaad, de hamvraag, omdat we hier te maken hebben met de plaats waar men vlees rookt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een dancing, het strand in Wiemenbergen bijvoorbeeld, droogt men vlees. Dus het wiemen is, dat kan een zolder zijn, een plaats waar men vlees rookt. Zo. Bijvoorbeeld hier in het Amerikaans theater op het ogenblik. Ziet u maar Frank zweten. Hoe hij afziet. Hij is weer 3 kilo afgevallen. Het zijn dus de drie volgende mogelijkheden. Het is een woordspel volgens Walter. Het is een kleine parachute volgens Frank. Of het is ruimte waar vlees wordt gerookt. Zo, de beide Barten aan de slag. Bart van der Meers en Bart Stallaert. U gaat naar Jacques Vermeire. Ja. Ja? Waarom? Zeg maar even. Een gok. Ja. Puur een gok, Bart. Ja, een afvallingswedstrijd. Dat woordspel dat geloof ik dus niet. En, dat is ook belachelijk wat Walter zei. Zo, ja, maar... Op de manier waarop was het toch... Ik vind het was al drie belachelijk in feite, maar ik moet één kiezen. Hè. Ja. En... Ja, het pad is goedkoop succes, hè, jongen. We gaan nu kraken hier, hè, jongen. Ik zal er al mee beginnen. Wat voor belachelijke keuze heb je gemaakt? Nee, ik zie dat wel zitten, ze. Vleesrooster. Ja. Ik denk dat dat niet zo belachelijk is, want het is inderdaad waar. Allebei. Goed. Voor 2000 frank. Perfect.